Jawel, mensen, goeiemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is nog altijd Dimitri Remus. Ik ben nu richting mijn wijk aan het rijden. En dan zien jullie ook wel dat ik niet geconcentreerd ben op de camera en dat het donker is. Voilà, nu is er wel licht in de duister. Oeh, meneer Ferrari. Verkeerd vitesse, sorry. Voilà, ik ben nu richting eerst de Panos aan het rijden. Terwijl heb ik ook deze morgen ook al... Amai, was iets aan het zakken. Mijn vlog in de upload gegooid. Oh, ik was even weer laat na aan het denken. Ik heb de vlog in de upload gegooid, dus die komt ook weer al mooi optijdig online. En dan straks, oh my fucking god. Ik heb het zelfs op Discord gezien. Ik heb moeten scrollen, Er zijn redelijk wat vragen binnengekomen waar ik op moet gaan antwoorden. Jawel mensen, het gaat een redelijk lange vlog zijn voor vandaag. Jammer genoeg van wel. Maar eerst mijn 8 uurtjes werken in Globachem. Oh yeah. Dat wordt tof. Ik doe het ook graag daar. Dus ik klaag er ook niet om. Het zijn toffe collega's. Allemaal één voor één schatjes. Echt waar. Even van rijstrook veranderen. Nog lessen. Stippellijnen. Ik heb mij gevoegd in een stippellijnen. Oh my god. Wat heeft dat allemaal wel losgebracht? Stippellijn. Eerst dumpert, dan eisen 2. En dan blijven ze maar binnenstromen. De nieuwe abonnees. Vind ik wel leuk. Vind ik tof. Dat geeft mij ook een voldoening om mijn werk dus dan ook verder te zetten. En het vloggen ook verder te zetten. Ook voor jullie dan. Dat ik het dan ook niet ga laten. Dat is toch ook wel een positieve vibe dat ik voor jullie onthou. Amai. En het is wel frisk zoals morgens. Het is nu 7:30 en het is 5 graden. Vroeger deed ik dat ook heel veel. Hè? Zo de tijdstip zeggen en hoeveel graden dat dan ook is. Om jullie zo wat besef van hoeveel graden dat het in mijn buurt is. Eerste pitstop ben ik aangekomen en dat is de Panos. Daar ga ik elke maandag mijn broodje halen. Mijn broodje has met mayo, zonder groente. Oeps, zonder groente. Ai, 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 ai. Ik weet het. Dat is niet goed. Maar ja, dat doe ik elke week, dus elke maandag. Als ik 's maandags moet gaan werken. Als ik 's maandags niet moet gaan werken, wordt dat meestal verschoven naar 's dinsdags. Maar wat ook leuk is, volgende week maandag moet ik niet gaan werken. Jee. En ik heb ook gezegd dat er ook vandaag een livestream gaat zijn. Ik ga ook zo goed mogelijk mijn best doen om toch een uur of 1/2 livestream te doen met de Q&A erbij. Dan weten jullie dat wat er nog staat te verwachten in mijn vlog. Maar de live Q&A, daar wordt dan apart opgenomen. Dus dat is nog een andere Q&A dat ik dan ga opnemen voor jullie. Voilà. Ik zie jullie allemaal straks terug. Goed, want ik kom nu aan Circus van bij de Panos. En het is groen licht nu voor mij, dus dan moet ik weer wat doorrijden. Is een tractor. Yeah, yeah. Is het een John Deere? Nee, het is geen John Deere. Oh, jammer. Anders kon ik het dus nog eens zeggen. Poh, wat een John Deere. Wow, wat een auto. Wauw.
Dat is zo'n oldtimertje. Allee, tot straks. Yo, yo, yo. Hier bij de panels aangekomen. Daar gaan mijn sleutels. Ja, trek eraan. Ja, heel leuk. Die dat hier ook uitbaat. Die zegt van, ik ben u tegengekomen op YouTube. Ik zeg, ja, oké, okay, ja, waar? Ja, bij de video's van Ace It. Ah, oh, dat ga ik die nog vaak moeten aanhoren. Ja, ik heb u gezien op de Ace It fans. Wauw, oké okay dan. Leuk. Maar nu zou ik ervan wel vertrekken. Want die achter mij, die wil ook nog doorgeraken. Voilà. Gordel terug aan. En dan vertrekken. Hè. Goed kijken, mijn doppen. Als er niemand aankomt. Nee. Dat was de eerste. En nu nog de tweede manoeuvre. Voilà. Die is ook nog aan. Dat is goed. Dan kunnen jullie mij blijven zien. Maar voilà. Ik vind het echt grappig dat nog altijd de ronde doet. Voilà, de stippeling. Yeah! Zo mensen. Ik film hier altijd wat dichterbij. Waarom? Dat heeft één reden. Behalve van dat ik geen andere personeelsleden op mijn beelden wil. Waarom niet? Sommigen doen het zo wat moeilijk over de privacy gegevens, bla bla, dit en dat. En ik wil geen prul hebben op mijn werk. Op het laatste heb ik wel echt heel alleen aan moeten werken. Maakt niet uit. Ik heb ook aan het nieuwe machine mogen werken, daar ben ik ook wel heel trots op. Dankjewel om deze kansen opnieuw te geven. En nu moet ik werken tot donderdag. En pas volgende week, dinsdag, moet ik dan pas terug opnieuw beginnen te werken. Dus de eerste komende maandag heb ik vrij. Heb ik echt vrij, hè. Ik vind het raar dat de auto's langs hier zitten aan het komen. Oh ja, ik kan direct vertrekken, want ik sta als eerste. Dus ik moet alleen maar in een U-bocht maken. En dan nu ben ik ook al mijn... keys aan het zoeken. Oh, ik vergeet soms de benamingen en al. En ik ga je ook één ding zeggen. Buiten is het wel eigenlijk wel een zalige temperatuur. Ja. Het is echt zalig om naar mijn auto te wandelen. Want je zit er toch altijd rap 5 minuten mee onderweg om naar de auto te gaan. En ginder ziet je het. Het is redelijk ook bewolkt, dus ik ben ook blij dat er een Q&A op het programma staat voor op te nemen. En hoe het er nu zo naar uitziet, ik heb wat maagpijn. Ik moet dan... ja. Ik moet dan naar de wc's en al. Ik ben aan het twijfelen als ik een livestream ga doen. Dus het kan zijn dat er een livestream is. Goed, tot ziens allemaal. Yo, yo, yo. Mensen. Klein beetje slecht nieuws. Ik kan geen livestream doen. Ik heb juist even slecht nieuws ontvangen. Dat is dat... Ja, dat mijn oma momenteel... niet goed is. Mijn papa moet zelfs gaan werken, dus ik moet even dan opgaan. Dus ik kan jammer genoeg niet aanwezig zijn aan de livestream. Dit is ook iets wat in de privésector van onze familie voorvalt. En mijn familie heeft sowieso al gevraagd uitdrukkelijk om hun niet mee op mijn vlogs te nemen en mijn films, noem maar op. Dat respecteer ik dan ook. Dus duizendmaal mijn excuses.
Maar ik ga sowieso ook wel de Discord-vragen beantwoorden van de Q&A. En voor de rest, ja, gaat er dus dan niks meer te doen vallen zijn. Dus ik heb gezegd, ja, dat ik rond een uur of 6 ga vertrekken. Dan dus 18 uur op een maandag. Dan weten jullie dat. Voilà. Ja, ik weet niet hoe je dit aan de fans moet gaan uitleggen. Hoe kun je zoiets, hoe kun je zoiets, ja, uitleggen aan de fans dat het niet de bedoeling is dat ik hun ben vergeten, maar dat is totaal niet. Eleazar Encrypted Exo. De DC. En wel, ik zal jullie voor de leutenis allemaal eens in mijn vlog gooien. Agame 0604, Arishi, Shinoski, De Prins, Eline, Geert, Jentel, Jordan, Smolders, Kenny, LV of Monster Ant Ken. Daarna hebben we nog Beake, Beertje, Ben, Braven, Benny de Slimste, Betty Circle, Bill, Cherno, Boef, Brando, Skippy. Skippy, ja. Dan BRNT, Captain Parox, Dos, Dieter, Dragon Master, Eddie de Futurist, Eline Mopmans, Lover 69, Erik Palmes, Evelien T. Fullscreen, Geert Ruts, Groen Konijn, Hanzo, Harige Henk, Helene, ho 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 ho, Jessie 1, Jessica 1, Jessica J, Jessica Jonas, Jomag, Jon, Jos Meister, Kevintje 199, Kevintje 200, Konfu, Kok. K. Pasta. Krab. Saus, salade, teelballen. Chrisje. Loris. Liebe Smals. Lies. Lotte T. Louise. LV. Maarten. Maarten. Mark 1974. Miel Diken. Miel de Producer. Mo F. Mots Weske. Munian. Olly, Orcas, Patrick, Rabbits, Rapers, Jors van, Robin, Rockieke, Ruby, Ruga, als het Ruyuka, Safir, Sandra V. Rooyen, SKKKRTCOBAIN, Speedy, Speciem, Stefanos, Tripstar, Flatips, Vlaamse Strijder, Walloza, Walter, William 006, Wim T, Jari Salens, YouTuber, Joen Selleke en Suyen J. Voilà. Ik hoop dat jullie hiermee in content zijn gesteld, dat jullie naam toch wel eens in mijn vlog is voorgekomen. Ach ja, maakt niet uit. Ik zie jullie allemaal straks weer terug met mijn Q&A. Hallo allemaal en welkom op een Q&A gedeelte van mijn vlog. En dan is ook mijn vlog gedaan, want ik moet nog ergens naartoe gaan. Ik ga ook dan op mijn vlog al integraal dan ook afsluiten. Er is iets in mijn privéwereld, dus naast mijn familie, iets gebeurd. Op Discord weten ze een klein beetje wat er is gebeurd. Want daar heb ik ook een tekst achtergelaten. Dus ik hoop dat alles, maar ook echt alles, aan mijn kant nog goed gaat komen. Ik ga het ook voor jullie zeggen. Dus als Moeke. Dus naast is mijn oma, dus aan mijn papa zijn kant, heen moet gaan.
zal ik het echt heel moeilijk hebben. Ga ik het echt ontzettend moeilijk hebben en ga ik echt heel veel steun van mijn vrienden nodig gaan hebben. Maar zover zijn we nog niet. Maar ze is wel gevallen. Sorry. Dan weten jullie dat ze wordt momenteel nu nog verzorgd. Even trek hier bij mij thuis om 18 uur 2.00 op 21.11.2022 naar mijn moeke toe. Daar ga ik dan mijn papa zijn taken dan overnemen. Tot een uur of 10 s'avonds. En dan ben ik terug naar huis toe. Dan ben ik om 10:30 s'avonds terug thuis. Dus ik kan ook heel weinig ook content maken. Dus mijn excuses ervoor. Oké, dan ga ik beginnen met de Q&A. Er is heel veel gezegd geweest op Discord. Want ik ben hier nog altijd naar boven aan het scrollen. Oké, Eliazar. Wat vind je ervan dat Bea een OnlyFans is gestart? Ik ga sowieso een verhaal vertellen over die OnlyFans en Bea. Bea kent OnlyFans niet. Integraal niet, want ik heb het ook al persoonlijk gevraagd. Dan Ruby, wat denk je over het feit dat ik een OnlyFans heb gehad, maar ermee gestopt ben? Ruby, dat is jouw eigen keuze als je erop wilt komen, ja of nee, op de OnlyFans. OnlyFans is iets van een plus 18 jaar website. En ja, als jij daar zelf voor kiest, voor daarop te komen, Ruby, dan is dat jouw eigen keuze. En als je er ook wilt mee stoppen, dan is dat ook weer al jouw eigen keuze. Pics or it don't happen. De DC zei dat. En wat die daarmee bedoelt, weet ik niet. Speedy. Meen jij dat? Heb jij al eens op Walrus Dildo gezeten? Amai. Wat vragen die beantwoord niet. Ik heb daar nog nooit op gezeten. Echt waar niet. En zo vragen wil ik ook eigenlijk daar niet mee beantwoorden. Oké. Dus als er nog zo vragen zijn, ik zal ze wel lezen. Maar niet meer beantwoorden. Ik zeg dan daar integraal tegen van, sorry, dat is een plus 18 jaar vraag. En nu dat we het rustig aan hebben opgebouwd, dan ja. Ik ben nu de Q&A vragen in een rustig tempo aan het voorlezen op de camera en dan ook nog eens beantwoorden. Hopelijk raak ik klaar voor 18 uur. Voilà. Daarna. Oké, dus de volgende Q&A-vraag. De DC. Geloof er niets van tot ik er foto's van zie. Bij voorkeur video's. Ja, oké, de DC. Encrypted. Ruby. Knappen zo ook koop. Soms is die Nederlandse taal om in het Discord... Echt heel raar, mensen. Echt waar. Soms moet ik eens zo goed nadenken van... Wat zijn ze nu weer al aan het zeggen? What the fuck zijn ze nu aan het zeggen? Ik weet het niet. Maar ik ga wel eens iets heel leuks proberen te doen. Ik ga ook op mijn Q&A wat muziekje opzetten. Free YouTube Music. Klik ik in. En dan ga ik hier een ding nemen. Een goeie, voilà. Best music for YouTube videos. Oké, dat gaan we dus ook nog niet nemen. Ik ben echt heel snel aan het scrollen erdoor. Ja, oké. Alsjeblieft. Ik ga me wel ietsje stiller zetten, dat jullie ook nog mee horen. Dus, ja.
Ik hoop dat jullie mij ook nog niet deftig horen. Maar ik zie dat het mijn desktop muziek niet erdoor komt. En nu wel. Alsjeblieft, hier is wat muziek. Voilà. Ik hoop dat het niet te hard is. Oké. Dan. De DC. Mag ik Bea dan? Daar moet Bea zelf het over beslissen. En Cricket. Ja, mag is te preuts voor mij. Oké. En dan Shifty. Jij moet betalen. Heb die ooit gratis gehad, maar per ongeluk delete. Jammer. Shift happens. Ja, daar ligt mijn andere pull van Psycho TV. Ziet, ik heb er ook al twee Psycho Pulls. Jee. Heb alleen budget voor Dimi/Bea OnlyFans. Die van Ruby gaan te duur zijn, want te knap. Ja, ik weet niet waar jullie allemaal over bezig zijn, maar er is geen chatbox in de Q&A. Want er wordt ook wel veel in gechat, vind ik, en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Er moeten gewoon vragen komen. Ik ga dat er ook straks er eens in gooien, dat het alleen maar vragen moet zijn. Morgen komt de Discord vragen online, zoals gewoonlijk, op dinsdag. Voilà. En dan kan ik zelf ook nog niet eens typen. Voilà. Sjas dat er een dingen is. Oké. Okay. Oké. Okay. Dan gaan we verder. Ik ben eigenlijk even aan het zien, hè. Hier staat eerst nog een vraag. Wanneer fulltime YouTuber worden? Bijna 5000 subs betekenen stoppen werken en YouTuben elke dag. Als ik daar hulp bij krijg van andere mensen die daar ook verstand van hebben, van hoe ik daar mijn inkomsten en al kan op genereren via YouTube en al, mocht je mij dat ook altijd integraal laten weten. Stuur gewoon gerust een mailje naar info@psychotv.be. Dan, hoe vaak masturbeer je op een dag? Dat is weer een plus 18 vraag, dus die beantwoord ik jammer genoeg niet. Wat is je nieuwe wifi wachtwoord? De DC, dat wil je wel eigenlijk wel weten, hè. Ja, het blad papier hangt niet meer op het muur, hè. Jullie zien het. Die ligt daarop. Dus, het is een nieuwe wifi-paswoord, maar ik moet ook nog altijd wachten tot ik ook terug inkt heb voor te kunnen uitprinten. Waarom antwoord je niet meer op de vragen van Benny de Slimste? Ik beantwoord die nog wel altijd als hij terugreageert op mijn YouTube-kanaal. Ofwel hier in de Discord-server bij de QQQ&A-kanaal. De TC. Als Wereldoorlog 3 uitbreekt, zou je vrijwillig naar de frontline gaan om te vechten? Ik zal vechten voor het vaderland van België. Ik zal België altijd blijven verantwoordelijken, want dat is mijn land. Ja, niet mijn land, van ons alle land. Maar ik bedoel, ik zal altijd voor België ook strijden. Dan, Benny de Slimste. Dimi gooit mij van zijn kanaal af. Waar is de vrije meningsuiting? Soms als je iets te veel kritiek geeft, kan ik er niet meer tegen. En kan ik soms dus wel eens jou eens blokkeren. Waardoor al jouw comments verdwijnen. Maar wat ik nu doe, is soms jouw comments is deleten. Ik blokkeer je niet, maar ik delete wel soms jouw comments. Goeie muziek.
ben het nog een klein beetje iets stiller aan proberen te zetten. Valessa, dat is veel beter, vind ik. Help mij om Dimi te stoppen. Ik ben gestopt bij deze. Wie was Jeffrey Epstein en waar is hij aan overleden? Die ken ik zelfs niet. Die ben ik even nu aan het googelen. Jeffrey Edward Epstein was een veroordeeld zedenliquent. Een Amerikaanse financier en multimiljonair. Hij was handelaar bij Bear Steams, of Streams. Voordat hij zijn eigen firma begon. Bla 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 bla. En die is overleden op 10 augustus 2019. Voilà, dan weten jullie dat. Je mening over de Amerikaanse verkiezingen. Volg dat niet, de DC? Ik volg dat totaal niet. Maar ik hoor weer al wel dat Trump 9 van de 10 kansen terug aan de macht kan komen. En dat is niet goed. Een van je nieuwe fans, Ad Miel Dieken, heeft een nummer gemaakt voor jou. Ik ga jullie de link even laten verschijnen hier in mijn Q&A. Ik ga dat even doen. Ik ga even hier nog een tekstkadertje bij maken. Info ga ik dat noemen. Even. Oké. Okay. Voilà. Daar staat het dan. Helemaal bovenaan. Ik ben het wel even aan het verkleinen. En proberen te verkleinen. Want het staat in koeienletters. Voilà, hier onderaan staat de URL. Ik ga die even erop laten staan, dan kunnen jullie die ook overtypen. Hier onderaan staat de URL naar de Stippellijn remix van Miel Dieken. Ik laat het ook in mijn comments weten hier onderaan wat jullie vinden van die remix. Laat het weten. Voilà, nu genoeg informatie over die URL. Dan Miel Dieken, zulke gekke video's, wie wil daar nu geen mix van maken, zeg. Dat is wel waar. Je gaat hem niet copystroken, hé. Dimi is daar bang van. Hij kan me niet copystroken. Simples zijn vrij te gebruiken. Enkel voor die thumbnail kan die me aanklagen. Hahaha. Zal ik dat doen? Nee, dat doe ik niet. De TC is meer bang, andersom. Als IM in de video gebruikt, dat hem dan een claim voor die paar cent. Ja, elke cent die dan via YouTube nu gaat binnenkomen, is elke cent die ik dan ook integraal ga investeren in PsychoTV. En als ik daar weer al mooi mijn zakgeld kan uithalen, en kan zien dat ik ook op mijn eigen verder kan gaan, dan stop ik ook wel met werken en ga ik fulltime YouTuber worden, sowieso. Dan. Eens even kijken. Erik Palmers. Als je moest kiezen, je staat naakt tussen uw ma en pa. Uw puntje, puntje, puntje tegen uw ma, haar holken en uw pa zijn puntje, puntje, puntje tegen uw holken. Zo liever 5 centimeter als mogelijk lijk vooruit gaan. En maar neuken. Of 5 centimeter naar achter. En dan door genoeg. Nee. Zo gelijk ouders seks. Daar doe ik sowieso al niet aan mee. Dus die vraag ja, kan ik niet beantwoorden. Die antwoord ik zo gewoon. Nee, ik doe het niet met mijn ouders. Hebben je nog tijd voor de echte fans? Ja, ik heb nog altijd tijd voor de echte fans, Erik Palmers. Ik bedoel, een klein beetje naar de tijd kijken. Zou je een kind aborderen? Ja, als het kon en als hij hier ook deftig kon opgroeien, zal ik dat zeker doen. Maar omwille van dat ik nu niet de financiële stijgende kant heb momenteel, ga ik dat ook niet doen. Omwille van, ik wil, als ik een kind op de wereld wil zetten of ene wilt naar mij krijgen,
dan wil ik dat hij ook gelukkig kan opgroeien. Wanneer nog eens een kookvlog? Lies, kratij, plaratij. Zal ik eens binnenkort nog wel eens doen. Maar wanneer, dat weet ik nog niet. In welke zin is Telenet jouw partner? Als ik eens even naar Telenet bel. En bijvoorbeeld als er ergens een promotie te doen valt. Moet ik eens even gewoon eens naar Telenet bellen. Dan krijg ik en mijn ouders een andere promotie toegewezen. Dat we nooit mee kunnen doen aan zowat promotiestunts van Telenet. Dan weet je dat. Op welke manier steunt de gemeente Alkio dat dit een partner is? Ik mag op regelmatig op een evenement wat eigenlijk gemeente Alkio organiseert eens gratis binnen gaan voor te filmen, voor een vlog op te nemen. Dus dan weten jullie dat. Word je gesponsord door Steam? Niet meer. Die moet ik er eigenlijk nog gaan uithalen op mijn website. Dat is er ook nog altijd niet gebeurd. Eliazar, dag Dimi. In de vlogs praten ze altijd over Afghaanse kindjes die je zou kunnen aanrijden. Maar hoeveel heb je er integraal zo al aangereden? Zero. Ik heb nog nooit echt iemand omver gereden. Dat geef ik ook eerlijk toe. En ik ga ook even iets doen. Tot zo. Oké, ik was even een kabelje gaan halen. Dus dat muziek hoort je dat het even gepauzeerd is geweest. Ik ben even ook nog mijn gsm nu aan het nemen. Die kan ik ook al integraal al leeg halen. Dan gaan we dat ook doen. Ah, oké. Dat wist ik niet. Ik heb even iemand beantwoord. Voilà. Oh, mijn eten is ook goed aan het zakken. Even mij hier op de wifi zetten, want ik heb hier altijd zo slecht bereik van mobiele gegevens. Ik vind dat wel erg. Ik vind dat wel eerlijk erg. En bijna in 2023 dat ik hier nog altijd slechte mobiele netwerk heb. Dat is echt niet leuk. Ik ben heel snel ook mijn vlog bestanden die op mijn gsm staan al op de computer aan het gooien. Voilà, bij deze is dat aan het gebeuren. Kan ik die zelf toch ook nogal in elkaar steken. Voilà. Dan, wanneer gaat jij naar Tokio? Heb gehoord in remix liedje jij naar Tokio ging. Encrypted. Als ik er genoeg geld voor heb, zal ik eens wel eens naar Tokio eens afreizen. Voor 5 of 10 dagen. Dan zal ik daar wel eens voor toeven. Dan zegt Dosh tegen Miel dat dat een goed nummer is. En ik vind het eigenlijk ook wel een goed nummer. Dan Specium. Waar kan ik solliciteren voor manager van Psycho TV? Mijn goede kameraad Doogie. Die helpt mij ook integraal met Psycho TV. En daar ben ik hem ook al 100% ook al dankbaar voor. Zowel ook voor... Alleen genoemd BRNT, Shift Happens, of Shifty. Dus noem maar op. Die mensen die helpen mij echt heel goed. Ook Dragon Master, die helpt mij ook heel goed. Kevin Chell helpt mij ook heel goed. Dus Stefanos ook. Dus voilà. Dan. Eliazar, mag ik een social media manager worden? En wat wilt je dan juist allemaal doen, Eliazar? Laat mij dat eens weten in een e-mail. info@cycletv.be. Schrijf effectief in die e-mail dan wat je juist dan wilt bijdragen aan CycleTV. En dan kan ik daar wel eens overleg doen met mijn CycleTV team. Erik Palmers wil hier graag bij helpen. Juistzelfde. info@cycletv.be. Dan hebben we ook nog een vraag van Specium om 20:37 op de 17e. Die vraag ga ik niet beantwoorden. En dan Specium, ga je er eindelijk werk van maken om terug een vriendschaps op te bouwen met
Amber Koorman en naar Q-Music Tom de Kok te wandelen. Hij had dit gezegd. Ik wil dat heel graag. Ik geef dat eerlijk ook toe. Ik wil dat echt heel graag dat ik nog altijd door één en dezelfde deur kan wandelen. Ook zelf met Amber. Dus. Op Aces in Kanaal vergelijken mensen jou met Reggie. Ben jij het eens met deze gelijkenis? Wat vinden jullie daarvan? Nee, hè. Ik ben niet echt Reggie, want zijn haren liggen allemaal zo plat en mijn niet. En die wenkbrauwen, die zijn ook anders van Reggie. Ik ben niet de vergelijkenissen bezig, hè. Dus, ja. Nee. Ik zie daar Dimi wel in. Gewoon het kapsel aanpassen. Voilà, ik had het ook over de kapsel. Speedy zegt het ook zelf. Dat was een melding van Facebook. Encrypted. Zou je ooit een relatie beginnen met een Aziatische meisje? Als er een klik is, dan wel. Maar als er geen klik is, dan niet. Wanneer een Q&A met Dookie, bel hem even tijdens een Q&A opneemt. Integraal goed plan, zegt Dodge ook nog eens. Dookie is een vaste waarde geworden binnen Psycho TV. Dat klopt, want hij is er ook wel heel goed mee bezig. En dan hebben we hier Vanessa Struiven. Dit doet er een leuke dame uit. Dit ziet er een leuke dame uit. Misschien is het eens de moeite om contact op te nemen. Ze is ook van jouw regio. Dan hebben we het over deze persoon. Ik heb jullie laten zien. Oei, ik moet dat nog even. Ah, hier moet ik dat doen. Dat is van haar. Oké, dus dat is haar. Dus zij danst blijkbaar. Maar ik kan ook wel niet te veel vertonen, want blijkbaar zit daar wel echte muziek achter. En kan ik wel copyright claims krijgen, wel op YouTube. Dus ja, dat ziet er wel geen missen uit. En dan Mots Weske, Candy Hoerken, is van Rummen die en zit veel in versies. Ah, oké, voilà. En dan Shifty, die Riemen. Dimi, je zegt in vlog 1404 dat je een ene pagina hebt waar alle donaties opkomen die Psycho TV gekregen heeft. Maar mijn donatie van 75 euro, wat meer is dan Acid, staat er niet op. Waarom niet? Is 75 euro te weinig misschien? Nee, ik ben begonnen op mijn verjaardag om eigenlijk alles te goed bij te houden en wil ik het ook laten zien aan jullie waarvoor dat ik nu eigenlijk effectief al voor aan het sparen ben. Dus ik ben nu effectief dus ook de geld is aankomen van Acid en andere donaties van die dag. Die staan al op een andere rekening nu. Dus als ik dan de 800 euro heb aangetikt, kan ik die vlogcamera met handgrip gaan kopen. Met jullie geld natuurlijk. Dus willen jullie Psycho TV verbeteren? Ga naar de donatiepagina. Daar staat ook een link van klik hier. En dan als je daarop klikt, gaat je naar de donatiepagina toe. En dan kun je een eigen bedrag achterlaten, wat je dan ook wilt. En dan kun je ook integraal op de donatiepagina terecht. Dus dit is nu niet van, van de vorige donaties. Die staan er, ja, er niet op, Shifty. Dat klopt. En 75 euro is eigenlijk wel meer dan de 50 euro of 54 euro van Acid. Voilà. Timmy, toen je voor je verjaardag aan het livestreamen was, wou je stoppen als je 4 uur gestreamd had. We hebben moeten smeken en zelfs zingen om jou nog 1 uurtje langer te livestreamen. Je zei toen, ja, maximum tot 22 uur, want dan moet ik stil zijn. Echt waar mensen, echt waar. Toen om 21:45 plus minus EC2 zijn video online gooide, heb je die bekeken en nog
bijna een uur langer gestreamd. Hoe komt het dat je dan opeens wel langer mocht streamen? Was dat de eerste een beetje een leugen om van ons vanaf te zijn, Dimi? Ik hoop van niet. Nee. Ik wil eigenlijk niet van jullie af. Jullie zijn eigenlijk één voor één allemaal schatjes. Jij ook, Shifty. Jij zit ook een schatje. Dat zal me ongelukkig maken, Dimi. Je zei dat je veranderd was en niet meer ging liegen tegen je fans. Omhoog van waarom ben ik dan nog die uur extra langer gebleven? Omhoog voor ook daar reacties op te kunnen geven op die ene video. Ja, als dat juist in mijn livestream online komt en eisen zichzelf van bekijk het, je krijgt er ook geen copyright claim erop, dan doe ik dat ook. Voilà. Wow, dat is best een confronterende vraag. Dat is niet echt geen confronterende vraag, Dosh. Ik was ook moe en ik was gewoon zo fel verschoten. Ik geef dat eerlijk toe, ik was zo fel verschoten dat Ace 2 een volledige video van mij heeft gemaakt. En de laatste video's of vlogs van mij heeft Ace het wel redelijk wel reclame gekregen van mij. Ook hoor, van mijn kant uit. Want ik noem zijn kanaalnaam regelmatig toch wel in mijn vlogs. Zo lijkt nu ook alweer een paar keren dat ik heb Ace 2 heb gezegd. Voilà. En Kruiten, klopt Dimi toen tegen ons doen, die zo moe was en heel tijd geeuwen, na Ace het video ineens spring wakker en no keer gegeeuw. Ja, ik was zo in shock op dat moment, wat er op dat moment met mij aan het gebeuren was. Ja, dus... Ik heb juist een sms'je aangekregen van mijn papa. Om me laten vertrekken. Ik ga even typen 18 uur. Wacht hè. Ja, 18 uur. Papa. Dan vertrek ik vanuit Alken. Voilà. Enter. Dan... Omdat alle Acid-kindjes op YouTube comments vol spammen, zal ik hier mijn vragen moeten komen stellen. Wat vind je ervan dat Encrypted zo close is met Bea? Als Encrypted en Bea zo close zijn met elkaar, zal ik dat al eerder hebben geweten van Bea zijn kant uit. En Bea heeft al sowieso ook al gezegd dat hij totaal niks wil met Encrypted. Dus. Shifty. Vlog 1405, minuut 28, maak je frika en kroketjes. Hoe gezond denk je dat dat is, Dimi? Alles wat in een frituurvet gemaakt wordt, nee, is niet gezond. Ik weet dat hoor, Shirty, ik weet dat dat ongezond is. Amai man, wat vragen. En dat blijft maar binnenstromen, hè. Ah, ik ben bijna rond. Yes! Woehoe! Niet omhoog dat ik er vanaf wil zijn, maar dan kan ik mijn vlog nog in elkaar steken, mensen. En dan, als ik dan straks terug thuis ben, dan kan ik gewoon mijn computer afsluiten en gaan slapen. Maar 9 van de 10 kansen, voordat ik dan ga slapen, ga ik nog eerst naar mijn familie kijken. En Enzo Knol. Ja, en ze kijken nog altijd zo wat op. Ja, en ik ben een redelijke fan van Enzo Knol. Wil ik hem nadoen? Nee. Ik blijf met mijn beide voetjes op de grond en ik probeer te vloggen wat ik kan vloggen. Wat is... Ja, dan de DC. Wat is de redenering dat je zegt... Dookie beste admin is. Heb je puntensysteem? Vind het vooral vervelend voor andere admins die ook veel tijd in je kanaal steken. Ah wel, de TC, ik heb nu wel deze keer heel veel over Shifty gepraat. En niet over Dookie of over andere admins. Shifty doet het ook goed. Alle admins doen het goed. Go for it. Dan Shifty. Hier vertel je dat je nog een heerlijke crab gaat eten.
Weet je wel wat dat wil zeggen? Crepe? Ja, een crepe, dat is een pannenkoek met Nutella. Oh, zo heerlijk. Echt waar. Een pannenkoek met Nutella erop. Hoe lekker heb je het dan wel niet? Voilà. Dan de TC. Gisteren om... Dus ja, dat is zondag. Wacht hè. Zondag. De 20ste. Om 20:29. Die vraag ga ik niet beantwoorden. De TC. Opnieuw. Zou je ooit eens een relatie met een fan willen beginnen? Hier opnieuw. Als er ooit een klik is tussen een fan en mij en er groeit meer uit dan alleen een fan zijn, ja, waarom dan niet? Waarom kan ik het dan niet proberen? Ja, is daar iets fouts mee als het een plus 18-jarige is? Maar liefst, ik zoek liefst nu wel in de categorie van tussen de 28 jaar en de 40 jaar. Dan Encrypted. Waarom ging Chrisje niet mee de winkel in voor haar eigen mayo te kopen? Met jou en bleef ze in de auto wachten. Schaamt Chrisje zich voor jou in openbaar? Denk het wel. Ik denk het niet, Encrypted. Chrisje, ja, als hij alleen maar mayo heeft, was ik ook maar... Ja, heb ik gewoon gezegd van, ja, ik ben snel binnen en buiten, dus wacht je maar even zo in de auto. Dus nee, Chrisje heeft daar schaamt zich niet voor mij. Maar, ze wil gewoon niet in de vlog komen qua uiterlijk. En ook ga ik hier ook even ook iets op zeggen. Ook richting Discord dan, mensen toe die daarop zitten. Als er nog ooit een foto van Tamara, Mano, Bea of Chrisje om in het Discord verschijnt, jullie mogen mij of mijn foto's waar ik alleen op sta zoveel bewijken als jullie willen. Daar heb ik totaal niks op tegen. Maar Bea, Mano, Tamara en Chrisje, die hebben daar wel iets op tegen. Dus respecteer ook hun mening. En als dat niet lukt, gevliegt. Zowel van mijn YouTube-kanaal als van mijn Discord-server. Ik ga daar geen doekjes meer rondwenden. Ik ban nu daar rond. Voilà. Specium, ga je voor België supporteren op groot scherm en vlog van maken? Ik weet het nog niet. Omwille van, het is ook meestal ook in de week wanneer dat ze spelen. Dus ja, ik ga het nog allemaal nog wel een klein beetje bezien. En wanneer is de eerste wedstrijd van België? Dat weet ik dus ook niet. WK-wedstrijden. België. Ah, woensdag tegen Canada. Zondag tegen Marokko. En dan volgende week donderdag tegen Kroatië. Mijn pronostiek: België-Canada. Ah, wel 2-0 voor België. 2-0 voor België. Hup, België, hup! Of go, België, go! Voilà, dan weten jullie dat. Dan, wat ga je doen met de extra inkomst van nieuwe subs en donaties? Vraag Specium. Op www.psychotv.be heb je een pagina met donaties op. Als je daar op klikt, ga je naar een pagina toe, zie je daar ook een camera staan. Waar ik nu momenteel voor aan het sparen ben en wat het bedrag is. En wie er ook al heeft gedoneerd. Goed of van alles. Maar ja, maakt niet uit. Dus ik ben nu aan het sparen voor mijn volgende toe. Van Shifty zijn geld, dus van zijn 75 euro heb ik de PC-kast gekocht.
Sorry, Lion Gaming Solutions, als ik dit ga aanhalen. Ja, ik heb die uit de Carrefour gekocht en eigenlijk had ik een afspraak met Lion Gaming Solutions. Maar mijn volgende PC gaat wel integraal van Lion Gaming Solutions zijn. Dan, de TC. Heb je het al eens gehad over sponsoring bij At The Corner? Die nu gratis reclame die je maakt voor hun eclairs en is ongekend. Eigenlijk is wel waar. Voilà. Dan weten jullie dat. Voilà. Ik ga. Ja. Dus dan komt toch normaal. Die komt toch normaal maandag? Nee. De Q&A wordt altijd op maandags normaal opgenomen, zowel die van YouTube als die van Discord. Maar wel van dat er nu zoveel vragen waren op YouTube en ook redelijk wat vragen zijn geweest op Discord, heb ik dit nu eens gesplit. Zondags heb ik dat van YouTube opgenomen en nu is maandags heb ik dat opgenomen van Discord. Dus maandags is dat van YouTube online gekomen en sinds komt dat nu van Discord online. Ik hoop dat dat nu niet te verwarrend is. Ik ga dit voorlopig, dus ik zeg het u gewoon, voorlopig aanhouden tot wat de comments terug zo wat dalen. Ik hoop van niet. Ik hoop dat het altijd zo wat blijft stijgen. Daar ben ik blij om. En ja, ook de nieuwste fans. Dankjewel om weer al een deel uit te maken van mijn leven. Ook naar de oudere fans toe. Zogelijk Eliazar, Encrypted, Exo, noem maar op. Dankjewel ook om een gedeelte ook weer al aanwezig te zijn van mijn leven. En dan zien we elkaar weer al. Dus. Maar ik kan jullie nu laten. Ik ga me nu stukjes van klaarmaken om naar mijn bommen te gaan. En dan spreek ik jullie weer al morgen in een gloednieuwe vlog. Vergeet geen blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet hier ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. PS, deze vraag is er ooit ook eens gekomen. Waarom zien we eigenlijk niet ook de negativiteiten van mij? Zogelijk ja, dat mijn moeke nu ziek is. Ja, dat wil ik niet naar voren brengen. Mijn kanaal moet ook positiviteit vooruitstralen. Moet leuk zijn. Ik wil leuke content altijd kunnen afleveren. Dat jullie ook daarmee kunnen lachen. Plezier mee hebben om daarnaar te kijken. Dan weten jullie dat. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Salukes en tot later. Yo, yo, yo.